een Nederlandse ster dus in het Engelse voetballer Chris David. En we gingen ze even zoeken op internet, kwamen uit bij chrisdavid.nl. Gewoon een keurige Nederlandse site. En toen lazen wij dat hij uit Tukkerland kwam, Jan. Leg ons eens uit. Wie is dat precies? Geboren in Amsterdam, maar is heel vroeg naar Twente verhuisd. En vanaf zijn 11e bij FC Twente. We hebben even wat beelden om te introduceren. Wie is Chris David? Kijk hier bij Sportclub Enschede. Goede passeeractie. Gaat door op de linkerkant. Komt er iemand inglijden. Hup, even aan de kant. Voorzetje en een doelpunt. Volgende actie is ook een schitterende vrije trap met links. Dan denk je, nou, hij is puur linksbenig. En hier ook bij Jong Twente in de kampioenswedstrijd. Werd hij Nederlands kampioen. Bij de jeugdelftallen. Toen ging hij dus naar Fulham, een jaar geleden. Nam hij ook al de penalties bij Fulham onder 21. En dit was een wedstrijd tegen Blackburn Rovers onder 21. He, komt hij naar binnen, bal in de kruising. En denk je, hey, dit is een pure linkspoot. Maar die voorzet die hij gaf tegen Norwich gisteren, die gaf hij met rechts. Dus hij is ook tweebenig, geeft hij ook aan op zijn eigen site. He. Ik ben tweebenig. En Jol heeft hem gehaald, heeft hem niet zoveel kans gegeven. Ik hoop dat hij onder Meulensteen wat vaker rond te spelen. Wat is zijn positie? Aanvallende middenvelder, ja. Ja. En hebben nou de Nederlandse topclubs zitten slapen? Ajax wil hem ook al hebben. Maar Martin Jol heeft hem snel weggekaapt. Ja, dat is toch een beetje de cent. Iedereen is dan bang. Jonge spelen, horen we nooit meer wat van. Die gaat naar Engeland. Maar het blijkt toch wel. En daar zal hij Chris David worden genoemd, maar Chris David dus. Chris David. Maar ja, in de toekomst gaat hij Chris David heten. Oké.